Een hele goede morgen, van harte welkom op mijn kanaal. Ik ben Joyce Tresor, druk bezig met het 100 dagen project en vandaag ga ik er weer mee verder. Wat ik vandaag wil gaan maken, daarvoor heb ik nodig een designpapier, een C5-C6 envelop van die lange, smalle bank enveloppen. Ik heb deze gekocht bij Action, prijsje weet ik niet, maar daar heb je een mooi pakje van 25 voor een klein prijsje. En iets wat steviger papier waar je nog op kan schrijven. Wat ik wil gaan maken is een verborgen journalplek. En daarvoor heb ik dus nodig één zo'n envelop. Heb ik er één? Ja, één envelop. Het is heel simpel, maar wel een hele leuke vind ik zelf. Wat we gaan doen is eerst de envelop dichtplakken. Nou hebben we hier luxe dat we dat alleen maar op deze manier hoeven doen. Lekker makkelijk. Daar hou ik van. Vervolgens ga ik een gedeelte omvouwen. Ik doe dat een beetje op gevoel. Maar ik kan het even nameten als jullie dat fijn vinden. Dat doe ik even met mijn snijbord. Ik heb 5,5 maar 5,7 centimeter omgevouwen. Maar kom niet zo nauw, maar ongeveer. En wat ik nu als eerst ga doen, is mijn papier beplakken. Deze, wat ik verder ga doen, is het wel grappig om iets te kiezen waarbij er een printje is, zeg maar, wat doorloopt. Dus als je zegt van een mooie plaatje, bijvoorbeeld je hebt een designpapier met allemaal kleine dingetjes erop. Maar dat het een wat groter iets is, zoals deze bijvoorbeeld. Omdat dat ziet er wel gewoon grappig uit. En ik ga hem dus nu snijden op de breedte van de envelop. En waar had ik mijn potlood gelaten? Hier onder de snijmachine, heel handig. Dus daar ga ik hem afsnijden. En dat is dan 11,5 centimeter, zie ik nu. En ik wil de achterkant ook bekleden, dus dan ga ik meteen er nog eentje van 11,5 centimeter afsnijden. En ik vind eigenlijk deze wel leukst voor de voorkant, met die mevrouw. Dus dit flapje wat ik omhoog gevouwen heb, daar ga ik de maat van snijden. Ik heb dan, kijk even dat mijn mevrouwtje mooi op dat flapje uitkomt. Dus daar gaat ook een klein randje van de onderkant af. Dus die komt zo meteen hier. En deze komt hierboven. Zo. En die moet zo meteen aan de achterkant. En daarvoor moet die ook wat korter. En nou zie ik dat ik slecht voorbereid ben. Ik heb mijn lijm vergeten klaar te leggen. Dus die ga ik heel even van hiernaast pakken. Zo, die is mooi beplakt. Nou wilde ik als eerst, want mijn papier waar ik op wil schrijven is een, hoe noemen ze dat toch ook alweer? Ik weet niet meer hoe dat noemt. Maar zo'n, ja die in zo'n kaartenbak, die heb ik heel lang gebruikt voor mijn kleurklanten. Mijn kapster en schreef ik hier de kleurtjes op, maar tegenwoordig gaat dat natuurlijk allemaal digitaal. Die zijn spierwit en ik wilde die graag een klein beetje wat vintager maken, zeg maar. Dus ik heb nog een beetje oude thee van vanmorgen over en daar ga ik gewoon even een beetje mijn papier mee besmeuren. En dat doe ik even nu, want dan krijgt het even de tijd om te drogen. Want dan kunnen we daarna verder met de rest. Kom op. Ja. Leg ik even opzij. Even een
lekker doekje, want ik had met mijn lijm en mijn thee geknoeid. Zo. En wat ik nu ga doen is beinkten. En het volgende is dat we dit tot een pocket gaan plakken. Dus dat betekent aan de zijkantjes een strookje lijm. En dan, hoppatee, een mooie pocket. En wat we nu gaan doen, is hierboven een randje afsnijden van het geheel. Dus ik pak mijn snijbord en ga op ongeveer 5 centimeter. Ik denk dat dat een mooie rand is. Gewoon in zijn geheel doorsnijden. Wat we nu hebben, is hier een grote pocket, hier een kleine pocket en hier hebben we dus een korte pocket. En nou is mijn journal ding nog niet droog, dus dat ga ik heel even met de heat tool doen. Ben ik zo weer bij je terug. Zo, dat is droog, wordt altijd een beetje wobbly, kreukelijk gewoon, maar dat geeft niet. Dan gaan we gewoon een beetje strijken. Ik kan hem zelfs om de strijkbout doen, hè? Dat doe ik ook wel eens, maar ik heb er geen zin in. En wat ik nog even wilde doen, is het stuk waar we doorgesneden hadden ook nog even beinkten. En hier ook. Zo, en ook deze journalkaart even beinkten. En nu gaan we heel simpel even kijken hoe groot die, of dat wel past. Ja, het past. Jullie willen misschien ook wel even weten hoe groot mijn journalkaart is. Dat is bijna 15 centimeter, 14,8. Bij, even kijken, 10. Dus zeg maar 15 bij 10. En wat ik ga doen, is mijn journalkaart hier in vastmaken. Dus ik ga hem hier zo inplakken. Wat ik alleen even ga doen, is hem hier opleggen. Om te kijken hoe ver die kan. Dus tot daar. Dus daar ga ik wat lijm op doen. Aan beide kanten, dus ook aan de achterkant. En dan ga ik hem dus hier in dat korte stukje wat we afgesneden hadden van 5 centimeter daarin schuiven. Zo goed mogelijk naar het midden. En dan tot dat gemarkeerde punt dat ik net had afgetekend. Zo, zit hij hierin vast. En dan verstoppen we hem in deze pocket. En zo lijkt het net of we een mooie pocket hebben. Een gewone pocket. Maar er zit een geheime journal spot in. Geinig, hè? Ik vind hem echt heel grappig. En nu is het dus eigenlijk alleen nog maar een kwestie van versieren. Dus ik ga even mijn hoedendoos pakken. En kijken wat we er op kunnen doen om hem mooi te versieren. Nou, ik heb even wat dingetjes bij elkaar gezocht. Die ik denk dat ik wel kan gebruiken. Ik zag als eerste zag ik deze. Daar heb ik nog één ronde cirkel van over en een label. Ik denk dat die ronde cirkel wel heel leuk vind om die gedeeltelijk zo in de hoek. En bijvoorbeeld hier ook nog weer terug te laten komen. Met daaronder een stukje washi tape. Om toch die kleuren weer terug te laten komen. Even zien. Dit kan een leuk stukje zijn. Het is alleen een beetje te groot. Dus die ga ik wat smaller scheuren.
die hieronder. En dan hier een stuk met een beetje bijknippen. En zo, en zelf bijna op de grond. En dan die in de hoek. Knip ik de bovenkant eraf en die kan ik dan mooi hieronder weer gebruiken. Zo, een beetje te ruim geknipt. Zo. En dan dacht ik, misschien is het ook wel grappig om hier een tapje op te maken. Of zou ik dat niet doen? Nee, ik laat het toch zo. Dan had ik hier nog een leuke journalkaart die we van de washi tape hadden gemaakt om in die pocket te steken. Een altered playing kaart erbij. En hier nog een leuke ticket. Iets zit in de weg. Oh, dat is het. De flap van de envelop. Nee, die moet toch hier. Zo. Misschien dat ik nog wel iets van een vlinder of zo. Twee vlinders uitknip of stans. Maar dat doe ik later dan. Vind ik wel leuk om die hier nog zo op te plakken. En aan de achterkant hebben we natuurlijk ook nog ruimte om te versieren. Daar wilde ik ook een klein beetje washi tape plakken. Een strookje. En daarvoor had ik de ronde pocket die jullie daar zien liggen bedacht. Toch, die hebben we toch ook nog. Die kan dan mooi hier. Ziet er meteen leuk uit, hè? Misschien hier ook nog een klein stukje washi tape. Vinden jullie ook niet? Klein beetje roze terug laten komen. Hebben jullie nog van jezelf gemaakte washi tape over? Toch wel heel erg leuk, hè? Dat je dan zo'n heel sheet vol met je eigen kleurtjes helemaal matchy matchy elke keer kan toevoegen. Ik ga deze ook weer zoals de vorige keer half opplakken, zodat ik er eventueel nog wat onder kan steken. Hoeft niet, maar toch grappig als het wel kan. Zo. En dan zit hier weer veel van dat warme bruin bij. En dacht ik, dan doe ik daar twee van die reinforcers. Ook weer ter versiering. En om dan dat bruine weer terug te laten komen. Ja. Ik vind het zo wel leuk geworden eigenlijk. Jullie ook? Even mijn speld. Waar heb ik die nou gelaten? Nou, dat komt straks wel. Ik hoop dat ik hem nog vind. En dan ga ik even het grote boek pakken. Want er natuurlijk een mooi plekje voor zoeken. En ik had er al over nagedacht natuurlijk. Helemaal achterin hadden we natuurlijk die pocket envelop. En daar hadden we die side pocket mee gemaakt. Van onze snippetstrip gemaakt. En daar kan hij mooi onder. Dus ik had hem hier bedacht.
Ziet er leuk uit, hè? En dan zo, dus eigenlijk, dit is de voorkant. En dan ga ik alleen nog hier een vlinder stansen, denk ik. Misschien in bordeaux rood. Lijkt me mooi. Donkere kleur even terug laten komen. Ja, dat gaat het worden. En nou was ik net aan het graven in mijn hoedendoos. En toen zag ik dat ik eigenlijk die leuke library pockets helemaal nog geen plekje heb gegeven. Dus, en daar had ik wel een ideetje over. Ik heb hem alleen nog niet toegepast. Dus kunnen we nu meteen samen doen. Want waar ik die graag wilde hebben, is hier. Ik vind dat daar wel een mooi plekje voor. Even kijken. Deze zijn wat lichter. Ik denk dat ik eigenlijk meteen al de goede te pakken had. Die. Die ga ik daar nog even op plakken. Kunnen jullie dat ook nog even doen als je dat ook een mooi plekje vindt. Mijn lijm. Hij steekt een beetje uit aan de bovenkant. Vind ik juist leuk dat daar weer een beetje beweging in komt. Dus ik smeer de lijm niet helemaal tot bovenaan. Ik heb in de tussentijd eigenlijk bedacht dat dit gewoon een heel groot ideeënboek wordt. 100 ideeën in één groot boek. Dus als we de volgende keer een boek of een journal of iets anders gaan maken. Misschien sneeuwmeel. Je kan er voor van allerlei dingetjes natuurlijk allerlei ideeën uithalen. Dus ik heb hem vanaf nu omgedoopt tot het ideeënboek. Vinden jullie dat ook een mooie naam ervoor? Dit was mijn video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het ook weer een leuk idee vonden. En dat ik je morgen weer mag verwelkomen bij een nieuwe video. Heel erg bedankt voor het kijken. En laat me weten onder in de reacties wat je van de video vond. Doei doei!